Vraag en je zult ontvangen. Denk niet dat je zomaar ontvangt als je niet vraagt. Je wordt wat je denkt. Je wordt wat je denkt dat je bent. Als je aandacht altijd is gericht op het negatieve, op wat je niet wilt, wat denk je dan dat je krijgt? Als je altijd maar negatieve gedachten hebt, dan kun je toch nooit een positief leven creëren. Dat is toch onmogelijk? Dus wees je bewust van de gedachten die je hebt. Zorg dat je zoveel mogelijk positieve gedachten hebt. Niet dat je het negatieve moet ontkennen. Niet dat je je ogen moet sluiten voor het kwaad in de wereld, voor de ellende zeker niet. En je moet ook niet alleen maar aan jezelf denken. Maar denk eerst aan jezelf voordat je de rest van de wereld wilt gaan redden. Think and grow rich. What you imagine, you become. Ook Stephen Covey schrijft erover. Het meest befaamde boek als het gaat over leiderschap. Op 40 jaar best verkopende boek over leiderschap. Begin met het Einde voor ogen, tweede principe van Kelvy: je moet het eerst voor je kunnen zien. Wie visualiseert er wel eens? En zie je het dan echt voor je als, als een film, of zie je beelden of heb je gevoelens of allebei. Sommige mensen zien het in zwart-wit, sommige in kleur, sommige zien niks, maar hebben wel het gevoel van dat is het. Iedereen visualiseert op zijn eigen manier. Dus er is niet een een soort van goede of verkeerde manier van visualiseren. Waar het om gaat, is dat je het kan voelen. Smell the ladder. Voel degene die je wilt zijn. Voel de plek waar je wilt wakker worden. Zie het voor je. Visualiseer. En dan kunnen moodboards helpen. En je kunt een moodboard, een plakboard maken, hang je op in je kamer, briefjes opschrijven, affirmaties. Ik heb ooit een keer uh, Janet Jackson mogen interviewen toen ik bij TMF werkte. Het was of Janet of Michael een Wessel van diepe die ging Michael doen. Dat was leuk, want Michael was bij, uh, of Wessel was bij Michael Thijs. En toen zei hij, Michael Jackson had overal in zijn huis van die gele post-its hangen. Met affirmaties. Bijzonder, hè? Ik heb Madonna gesproken. Madonna heeft post-its hangen met affirmaties. Op de spiegel, in de kleedkamer, in haar huis, overal. Madonna zei ook, ik heb alles gevisualiseerd. Lady Gaga heeft alles gevisualiseerd. Beyoncé. Natuurlijk, dit zijn de grote namen, de makkelijke namen om te noemen. Maar er zijn ook vast heel veel mensen hier, nu vandaag in de zaal, die heel veel hebben bereikt doordat ze het eerst voor zich hebben gezien. Want je kunt namelijk niet bereiken als je het niet eerst voor je kan zien. Je moet het eerst voor je kunnen zien. En hoe meer je het voor je kan zien, hoe, hoe meer je het kan voelen, je moet het voelen, hoe groter je slagingskans dat je het kunt bereiken. Het heeft allemaal te maken met energie en vibraties. De een noemt het spirit, spirit. De ander zegt: nee, maar het is, het is gewoon wetenschap. Het is natuurkunde. Want elke gedachte die je uitzendt, die kun je meten met een scan. Het is energie. Het zijn energiegolven. Positieve en negatieve golven kun je meten. Ik heb een aantal jaren neurofeedback gedaan. Neurofeedback. Waanzinnig. Dan gaan ze kijken wat er gebeurt in je hersenen. Als er bepaalde dingen gebeuren in je leven, hoe je daar in je hersenen op reageert en wat, wat voor respons je dan geeft. Neurofeedback, bijzonder interessant. Dus je kunt meten wat er gebeurt in je hersenen, een soort elektriciteit, allemaal meetbaar. En dat zijn vibraties die je uitstraalt. Wat denk je dat er gebeurt als je grotendeels negatieve vibraties uitstraalt door de gedachten die je uitstraalt, door het gedrag dat je vertoont, dat je leven positief wordt? Nee, natuurlijk niet. Maar let maar eens op bij de mensen die heel veel pech hebben, die heel veel ellende hebben. En natuurlijk, er zijn momenten dat dingen ons overkomen. Die zijn er, die hebben we allemaal. Maar ik denk dat je leven grotendeels maakbaar is. Niet helemaal. Het is grotendeels maakbaar. We kunnen het niet allemaal controleren. Hè? Maak niet de vergissing dat je denkt dat je je gedachten en dat je je leven kan controleren, maar je hebt wel invloed. Je hebt invloed. Door de manier waarop je denkt. De manier waarop je denkt bepaalt het succes dat je bereikt, bepaalt de resultaten die je bereikt. What you imagine, you become. En een van de allergrootste wijzen aller tijden, althans in mijn optiek, Einstein, Albert Einstein, zei het al: imagination is more important than knowledge. Natuurlijk is kennis van belang, maar kennis is eigenlijk pas van belang als je het toepast. Toegepaste kennis is van belang. Maar nog veel belangrijker is creativiteit, creatieve verbeeldingskracht. Elke grote uitvinder zag eerst voor zich wat er nog niet was. Waarvan iedereen zei dat is onmogelijk. Het was onmogelijk totdat iemand het deed. Verbeeldingskracht. Je moet het voor je kunnen zien. Mijn vraag aan jou is. Kan je voor je zien hoe jouw mooiste leven eruit ziet? Stel je voor dat, dat alles wat je zou kunnen bedenken, dat het mogelijk is, dat het haalbaar is. Dat je je mooiste leven gaat creëren voor jou. En daarna de mensen kan helpen om je heen. Want die trek jij dan omhoog, die stoel op. Je trekt ze mee omhoog, naar de berg. Naar die bergtop. En dan kun je met elkaar kijken naar dat prachtige uitzicht. Maar je kan anderen pas meenemen omhoog als je er zelf staat. Dus visualiseer. Denk na over hoe je eigen leven eruit moet gaan zien. Twee jaar, vijf jaar, tien jaar vanaf nu. What you imagine you become.